Before the revolution, Firuzan Abdi Pirbazari was captain of the women's national volleyball team. She also had strong political opinions. She was arrested in 1981 and held in three different prisons over 7 years. Maar in ieder geval, hun bijdrage is in het Persisch, hebben we laten vertalen in het Nederlands. En om aan te geven dat wat de Iraanse studenten gebeurt, wat met ze gebeurt, dat een internationale zaak is. Dat het iets is wat niet alleen maar Iraniërs aangaat, maar dat een hoop niet-Iraniërs gelukkig vandaag zich ook ermee bezighouden. Ook sympathie voelen, hebben wij een van onze Nederlandse vrienden Sanne Stevens uitgenodigd. Zelf net student af, niet meer student, maar in ieder geval zeer betrokken bij de Iraanse activisten in Nederland. En we hebben haar gevraagd om deze bijdrage voor jullie in het Nederlands voor te dragen. Iraanse praktijken in verbod op hoger onderwijs. Verslag van de groep tegen discriminatie in onderwijs. De VN-verklaring van mensenrechten van 1948 erkent gelijke rechten voor onderwijs, ongeacht ras, kleur, geloof, religie en seksen. Studentactivisten. Deze worden voor 1 tot 4 semesters geschorst wegens zogenaamd onrust zaaien. Er zijn straffen die opgelegd kunnen worden door de Universitaire Centrale Comité voor de Orde. Zoals het schorsing tot 4 achtereenvolgende semesters, in de laatste jaren tot aan 6 semesters toe. De verplaatsing naar een andere universiteit, ofwel verplichte transfer. In de afgelopen jaren hebben de studenten, vooral na de iconische studentenprotesten van 1999, in de streven naar secularisme, democratie en het handhaven van de rechtsstaat, naar de buitenwereld weerkaatst. In de afgelopen decennia heeft deze beweging vele hoogte- en dieptepunten gekend. Merkwaardig aan de studentenbeweging in Iran is echter dat ze de enige sociale beweging is met een historische continuïteit. Deze eigenschap maakt de overdraagbaarheid van ervaringen en consistente aanwezigheid van deze beweging in de civiele atmosfeer mogelijk. Alle andere bewegingen, zoals de arbeidersbeweging, hebben daarentegen in de Iraanse geschiedenis een emergente maar een tijdelijke rol gespeeld. De directe en materiële betrokkenheid van de studentenbeweging in politieke processen in Iran is te altijd hand in hand gegaan met de aanwezigheid van een geïnstitutionaliseerde onderdrukkende macht. Echter hebben de actoren in deze beweging steeds gebruik gemaakt van elke mogelijke ruimte en gelegenheid om zich met de sociale en politieke kwesties te engageren. Tegenwoordig studeren meer dan 3 miljoen jongeren aan de Iraanse universiteit. Aan de ene kant door ideologische en repressieve controle op onderwijs, drastisch groeiende werkeloosheid, uitzichtloze toekomst voor jongeren en bovenal politieke en geestelijke onderdrukking, groeit de tensie tussen de overheersers en deze geconcentreerde groep van jonge en opgeleide mensen exponentieel. Aan de andere kant, door de afwezigheid van echte representatieve politieke partijen en organisaties, moeten de sociale bewegingen en als belangrijkste de studentenbeweging de strijd tegen de dictatuur in Iran voor hun eigen rekening nemen. In dit verband hebben de massale protesten van 2009 steeds via de diep gewortelde tegenstelling tussen de bevolking en het regime wereldwijd aan het licht gebracht. امروز پس از گذشت 50 سال از اولین مراسم روز دانشجو، دانشگاه‌های ایران هنوز در زنجیر کودتاگرانی از شکل و جنسی دیگر گرفتارند. اگر آن زمان دسته‌های جانباز شاه دانشگاه را به خاک و خون کشیدند، امروز فدائیان رهبر دانشجویان را کشته یا مجروح. Denk aan het jaar 1967, toen de Shah naar Duitsland afreisde en geconfronteerd werd met enorme studentenprotesten van Duitse studenten. En daarbij kwam Benno Ohnesorg om het leven. Hij werd vermoord door de Duitse politie. En dat was eigenlijk een moment waarop de Duitse studentenbeweging dus los van de Iraanse een dynamiek kreeg en tot stand kwam. En goed, ik zal kort zijn, 1979, weten jullie het, studentenprotesten ook in Iran, solidariteit in het buitenland. En meest inspirerend ook natuurlijk afgelopen 2 jaar na de protesten na de presidentsverkiezingen. Waar we ook heel veel solidariteit in het buitenland hebben gezien met de studentenprotesten in Iran. De huidige leiders van het regime menen dat
de protesten op een of andere manier eigenlijk door Weber en Marx geïnspireerd zijn. Wat ook zou kunnen kloppen. Ik hoop het in ieder geval. Maar daarom is er een hele systematische aanval op de sociale wetenschap van er moet geen plek meer zijn op de universiteiten voor sociale wetenschappen. De curricula moeten herschreven worden, boeken worden vervangen door andere minder gevaarlijke boeken enzovoorts. Dus dat is een heel specifiek probleem waarmee studenten op de universiteiten mee te maken hebben. Na de opkomst van Khatami als een kopstuk van de reformistische beweging heeft de studentenbeweging meer ruimte gekregen om politieke activiteiten te organiseren. Deze generatie werd ook in verschillende fasen onderworpen aan repressie. Het resultaat was veel arrestaties, veroordelingen, valse bekentenissen op staatsrecht en zelfs mysterieuze sierwoorden. Het derde tijdperk van de studentenbeweging eindigde met de omstreden verkiezingen van 2009, waarna jong- en studentenbeweging het hardgeweld wordt ingeslagen. De studentenbeweging in Iran is vanwege haar prominente rol in de democratische beweging en zijn capaciteit om mensen te mobiliseren nog altijd het doelwit geweest van de Iraanse staat. Het staat dus bij de kijf dat mensenrechten een belangrijk thema is voor Iraanse studenten en de bevordering daarvan in het voordeel is van de Iraanse studentenbeweging. نزدیک پای او دریا همه صدا شب گیج در تلاطم امواج باد هراس پیکر رو میکند به ساحل و در چشمهای مرد نقش خطر را پررنگ میکند انگار هی میزند که مرد کجا میروی کجا میروی